systeem van die symmetrie. Ons wordt niet net verwond door vijanden, nie, maar vooral door vrienden, tijdelijke levensgenieters, wijndrinkers, gifdraers, rugstekers. Die struikrovers straal afguns op die rug, jouw beeld van die politici, wat jouw vriend Federico verzoeleer, vir die bitter dolk wat blij prim. Waar is die pijn van voorverlede jaar? Podium en privaatheid skryf jy in een notaboek, die dichter een eensame hond in die huis van Odes. Met parlando of te geweefde vers, kon je elke verraaier naar die loef steek. Jou vriend verraai, verloon, vermink, vir hom skryf jy een ode, een limoenboom vol lamfer. Neruda identiteit. Borges meen jy was een groot dichter, maar politisch naïef. Gabrielle Mistral was jouw dichterlijke leermeester. Jean-Paul Sartre krijgt voorkeer voor jou in een Nobelprijsstrijd. Lorca's dood het jou diep gegrief. Ander weer verwijst naar jouw liefde voor vrouwen en flirtaties. En dat je jouw wettige vrouw en ziek kind versaak het. Partij sê jy het gesterf aan hartversaking. Talke gebroken hart oor die politiek van die dag. Een legende skinner die kanto-generaal glo in een etmaal beplan en gedicht toe jy ondergronds moes gaan. Wanneer jy wel die Nobel verover, vertel jy hoe jy as perderuiter die oormag fnuik met halve waarhede. Alles waarin jy raak word poëzie, sê Gabriela García Márquez, beslis onder naijver. Maar dis jou oodes aan eenvoudige dinge, soos een tematie, een ui of een liefdesvers, in teerheid geskryf met een groen pen, wat my bijblij. Hierom kon duisende mense die straten bestorm na jou dood, bevele verontagsaam jou nomineer vir president. Dis alles so. In jou complexe leven, een afgeskulde ui, dat jy Pablo Neruda, geboren Neftali Ricardo Ruiz Posoltu, die president is en blijf van hierdie occupatie, genaamd die poëzie. Dankie.